We zijn hier in een monumentaal pand in Amsterdam. Wat we eigenlijk als schildersbedrijf geheel hebben geschilderd. Je kan eigenlijk wel zeggen dat er geen stukje in het huis is wat we niet aangepakt hebben. Alle details en hout zijn geschilderd. De buitenkant hebben wij geschilderd in een drielaag systeem met Primer Plus. EPS plus daarna als voorlak om wat body op te bouwen en daarna wat ons betreft de koning onder de verven, de SB plus, dan hebben we die afgelakt. Binnen de grootste uitdaging, daar zijn echt, ik heb ze niet geteld, maar ik denk wel 30 kleuren in het huis toegepast. En dan niet de ene kamer blauw en de andere kamer geel, maar gewoon echt alle kamers misschien wel 5-6 kleuren. En allemaal verschillend. En dat was eigenlijk ook wel de uitdaging om dat strak tegen elkaar aan te krijgen. Een leuk detail om te noemen is dat de trap die we gedaan hebben, daar lijkt een loper op te liggen, maar dat is een loper die geschilderd is. Het bijzondere van het huis is toch wel de voetjesvloer. In samenwerking met de architect hebben we daar een aantal kinderen overheen laten lopen in lijnolie. Daar een Avis zijdeglans en de topping overheen gezet. Dit project zou de Schilders Vakprijs mogen winnen. Omdat ik vind dat hier een topstukje vakwerk is geleverd. Heel veel kleuren, moeilijke details om dat strak, zoals die loper, om dat strak te krijgen. En ja, als icing on the cake zou ik zeggen, de vloertjesvloer die toch wel erg bijzonder is en ik zelf nog nooit gezien had.